samenwerken met politie en justitie, het signaleren en melden van slachtoffers of vermoedelijke slachtoffers. Het is allemaal hard nodig om de problemen veroorzaakt door loverboys te bestrijden. Op verzoek van Jeugdzorg Nederland werkte de commissie Azoeg de afgelopen anderhalf jaar aan het verbeteren van de hulp en nazorg aan meisjes die het slachtoffer worden van loverboys of mensenhandel. Dit leverde meerdere producten op, waaronder een aantal handreikingen voor hulpverleners. Op donderdag 5 november werden deze handreikingen gepresenteerd door commissievoorzitter Naima Azoeg. Zeg het! Zeg het! Verbreek de stilte, want het is te lang te stil geweest rond seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook als het gaat om slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Met de handreikingen kunnen professionals in de zorg voor jeugd de komende jaren werken aan meerdere doelen. Eenduidige signalering, screening en registratie van slachtoffers, betere hulp- en behandelprogramma's en intensievere samenwerking met ketenpartners zoals welzijnsorganisaties, scholen en politie. Deze meisjes gun ik de meest effectieve behandeling. Ik gun ze geborgen en veilige opvang. Want juist voor hen is veiligheid en bescherming, hoge kwaliteit van zorg, goed onderwijs en liefdevolle, gestructureerde koestering broodnodig om zich buiten de muren van de instelling met vertrouwen een leven op te bouwen. De handreikingen werden uitgereikt aan vertegenwoordigers van VWS, de VNG en Jeugdzorg Nederland, die hiermee het verbeteren van de aanpak van loverboy-problematiek verder oppakken in beleid en praktijk. Als eerste moet er opgelost worden dat we het beter gaan zien. En daar helpt dit pakket bij. Dat we beter gaan zien, dit is een slachtoffer van binnenlandse mensenhandel. En dit meisje verdient passende zorg. En dat is belangrijk in wat voorheen de jeugdzorg was. Maar het is evengoed belangrijk dat de wijkteams daar goed in worden om dat te signaleren. Het is ook belangrijk dat mensen, met name in de LVB-sector, mensen met een lichtverstandelijke beperking, dat die daar ook de veiligheid van de meisjes kunnen gaan garanderen. Tijdens de bijeenkomst komen meerdere mensen aan het woord die op heel verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwerp. Als ervaringsdeskundige, als nationaal rapporteur mensenhandel of als Kamerlid. Eén zinnetje werkt altijd. Wat als het mijn dochter zou zijn? Wat als het mijn zusje zou zijn? 2 seconden, schakel terug. En die zin kunnen we in geen rapport vastleggen, in kwaliteitscriteria niet, maar die is eigenlijk de basis voor al je handelen. En durf ook aan te geven dat je bang bent om te handelen. Want dat speelt vaak een rol. Want dat is ook eng om te handelen, maar als je het doet, zul je merken dat het meevalt. Ik vond het erg inspirerend. Het was weer opnieuw de praktijkverhalen ook die toch maken dat je weer extra drive voelt om het om een bijdrage te leveren. Wat ga je nou als je morgen weer op je werk bent als eerste veranderen met deze nieuwe handreikingen? Nou, we hebben binnenkort binnen onze organisatie een grote bijeenkomst met alle medewerkers. En daar wil ik zeker het melden van de problematiek op de agenda zetten. Dus ik wil wel proberen om daar een presentatie te gaan geven. Ja. Is dat problematisch, dat melden? Nou, je merkt dat hulpverleners wel een drempel voelen omdat ze bang zijn om de werkrelatie met hun cliënt te verliezen op het moment dat ze melden. Terwijl ik denk, het is zo essentieel en daar moeten we gewoon het gesprek over aangaan met elkaar. 'S Middags praten de deelnemers in 6 workshops door over de thema's die in de handreikingen centraal staan. Bijvoorbeeld over de vraag hoe de gespecialiseerde opvang en hulp aan slachtoffers van loverboys verder kan worden verbeterd. Heb je zo wel eens bij elkaar, hè? Hoe staat je zo binnen? Relaties en seksualiteit. Begin er meteen over in de zin van geef de woorden aan. Dus vraag naar de eerste seksuele ervaringen als dat kan. En dan vooral met als doel dat je de woorden aangeeft. Dat je ze tekst geeft om erover te kunnen gaan praten. En toen ging ze dus. Ik vond het echt inspirerend. Ik heb er heel veel aan gehad. Het geeft mij wel weer handvaten, ook voor het werk in de praktijk. Wat kan je nu met die handreikingen volgende week?
Wat ik met stip ga verbeteren is dat ik naar een collega ga waarvan ik weet dat hij in een situatie zit met een meisje. En met haar ook over hebben dat zij daar melding kan gaan doen. Dus ik hoop dat zij dat stukje meteen gaat mee oppakken. En de meisjes waar het om gaat, ja, die zijn er vandaag, die zijn er gisteren, die zijn er helaas ook morgen. En als we er ook maar enigszins voor kunnen zorgen dat zij een iets betere kans hebben op een goed leven, een gezinnetje, huisje, boompje, beestje. Nou jongens, wat willen we nog meer? Dank jullie wel.